De heer Jetten. Voorzitter, ik wil allereerst mevrouw Van der Plas feliciteren, want het is haar gelukt tegen de maatschappelijke stroom in om er weer een fossiele subsidie bij te krijgen, namelijk subsidie op vervuilende rode diesel. En dat lijkt misschien een cadeautje voor de boeren waar mevrouw Van der Plas voor zegt op te komen, maar door tegelijkertijd dus die 15 miljard bij die boeren weg te grissen, is het uiteindelijk wel een heel zuur cadeautje. En in het hoofdlijnakkoord staat dat in het toewerken naar dat betere verdienmodel voor boeren wordt gewerkt met het trappetje van Remkes. Dat was het stikstofadvies van een paar jaar geleden. En dat trappetje van Remkes is innoveren, extensiveren, verplaatsen en stoppen. Extensiveren, minder dieren op meer grond. Verplaatsen, omdat je op een andere plek je bedrijf wel kan voortzetten. En stoppen. Stoppen, omdat heel veel boeren de komende jaren ook willen stoppen. En wij wilden dat met die vorige coalitie doen, met 15 miljard, zodat het een warme sanering was. Zodat je werd gecompenseerd voor de schade die je als boer oploopt. Zodat je geld kreeg voor het afbreken van je stal. Zodat je kan investeren in een alternatief bedrijfsmodel op je boerenerf. En u maakt daar nu, met het schrappen van het transitiefonds, een ijskoude sanering van. En ik kan u zeggen, voorzitter, dat kreeg zelfs Tjeerd de Groot de afgelopen jaren niet bedacht. Nee, de heer De Groot zal dit akkoord niet zo leuk vinden, denk ik. Dat snap ik. Kijk wat de heer Jetten zegt. Boeren willen stoppen. Weet je waarom boeren willen stoppen? Dat ze gewoon helemaal spuugzat zijn hoe ze behandeld worden. Dat er ouders zijn die tegen hun kinderen zeggen, neem het bedrijf alsjeblieft niet over. Dat heeft niks te maken met dat ze geen toekomst meer zien vanwege regelgeving. Het speelt mee. Het is constant stapelende regelgeving de afgelopen jaren. Maar het heeft het meest mee te maken dat hoe ze hier zijn weggezet in Nederland door sommige groepen, sommige partijen, mensen individueel. Dat heeft gemaakt in de afgelopen jaren dat die boeren die wanhoop in de ogen kregen. De wanhoop in de ogen van redelijke mensen, zoals de heer Remkes dat zei. En als de heer Jetten denkt dat hij mensen plezier doet om ze uit te kopen. Het is één groot drama op het boerenerf om uitgekocht te worden. Ik lees dagelijks en krijg dagelijks berichten van melkveehouders die voor de laatste keer de melk laten ophalen. Die voor de laatste keer hun koeien verzorgen. Die met het hele gezin huilend op het erf staan als de koeien weggaan. En dat is helemaal niet in het vizier geweest hier bij mensen. Joh, laat ze toch stoppen. Dat is hartstikke mooi, zak geld. Kunnen ze lekker hun stal mee afbreken. Dat is hartstikke mooi wat we hier doen. Het is verschrikkelijk wat we hier doen. Het is verschrikkelijk wat we hier, de boeren, de laatste jaren in Nederland hebben aangedaan. Generaties lang hebben ze daar gezeten. Generaties lang zijn ze boer geweest of visser geweest. Generaties lang. Het is een hele levensstijl. Ze hebben gezorgd voor het landschap. Ze hebben gezorgd voor de toerisme en de recreatie in de buurt. Ze hebben gezorgd voor gezond voedsel. Ze hebben alles gedaan wat de maatschappij van ze heeft gevraagd. En ze zijn hier weggezet als dierenbeulen, als gifspuiters, als milieuvervuilers en aan mensen als mensen die we hier liever niet hebben. De heer Timmermans heeft het laatst nog gezegd van ja, die intensieve veehouder, die moet hier dan maar weg. Die moet maar even verplaatsen. En de glastuinbouw ook. Het is zo'n beetje ongewenst. Boeren zijn in Nederland, en dat kunt u hier bestrijden met z'n allen, maar praat met elke willekeurige boer. Boeren zijn hier weggezet als ongewenst en als ongewenst verklaard. En dat is waarom de meeste boeren stoppen, want ze hebben er gewoon helemaal genoeg van. En ik snap dat. En hier zeggen partijen dat wij valse hoop geven. Nee, wij geven boeren hoop. En boeren snappen heel goed dat wij dat containerschip niet ineens kunnen draaien en dat het niet morgen allemaal geregeld is. Dat zeggen ze ook. En ze snappen ook nog dat als je iets hebt wat uiteindelijk niet lukt, maar ze hebben wel gezien dat je er keihard voor strijdt, iets wat hier is nagelaten, want boeren moesten weg. Als ze dat zien, dan krijgen ze weer vertrouwen in de toekomst. En voorzitter, weet je wat vertrouwen in de toekomst doet met mensen en met bedrijven? Dan gaan ze weer investeren. Dan gaan ze weer dingen doen. Alles wat hier gebeurd is, heeft die hele verduurzaming misschien wel op slot gezet. Omdat het of niet kon, of niet mocht, of het was nooit goed genoeg.
En elke ondernemer in Nederland weet dat als je toekomstperspectief hebt, en dat begint bij vertrouwen van hé, ik mag er zijn, ik hoef hier niet weg. En dan gaan mensen, gaan ze investeren in bedrijf, hebben ze weer goede hoop. Moet ik mij daarvoor schamen? Nooit. Nooit zal ik mij daarvoor schamen. En wat we regelen, dat regelen we. En wat niet kan, dat zullen we uiteindelijk zien. Maar ik ga ervan uit dat het wel lukt. Ik heb hier de hele linkse hoek in deze Kamer de hele dag alleen maar horen zeggen, dat lukt niet en dat kan niet. Dat is al vanaf 22 november. Ah, gaat ze nooit lukken. Haha, komt nooit goed. Dat is de sfeer die daar heerst. De sfeer die hier heerst, aan deze kant, is van jongens, we gaan ervoor en we gaan het aanpakken. En we zijn daar positief in. En we zijn er ook positief in dat het lukt. En ik ben daar blij mee, en niet alleen ik. Grote meerderheid van Nederland die staat te juichen dat hier deze coalitie is gevormd. Voorzitter, heel lang antwoord, maar eigenlijk geen antwoord op de vraag die ik net stelde. Want natuurlijk is het super emotioneel als je je boerenbedrijf stopt. Vaak zijn het mensen die generatie op generatie op dezelfde plek wonen en met veel trots dat bedrijf hebben gerund. En daar dan stoppen is een heel heftig besluit. En dat is precies de reden waarom minister Van der Wal de afgelopen jaren het gros van het geld van het transitiefonds juist voor deze gezinnen had gereserveerd. Dat als je om welke reden dan ook wil of moet stoppen, dat je dan niet zelf letterlijk en figuurlijk in de shit zit. Met een veel te hoge hypotheek bij de bank. Met allerlei rekeningen die niet betaald zijn. Met stallen waar je niks meer mee kan en waar de drugscriminelen voor komen aanbellen of dat ze die stal kunnen gebruiken. Dat geld in dat transitiefonds is bedoeld zodat je je familiebedrijf op een nette manier kan verplaatsen of stoppen. En op een nette manier weer een nieuw bestaan en een nieuw perspectief kan opbouwen. En mevrouw Van der Plas geeft het hier zelf toe. We hebben al die beloftes in dit akkoord niet morgen geregeld. U moet nog 10 keer naar Brussel, u moet nog naar de rechter, u moet nog nieuwe modellen ontwikkelen. Maar u heeft wel morgen die 15 miljard geschrapt. Dus u draait boeren een rat voor de ogen zonder hen een nieuw verdienmodel te bieden. En daardoor zal de korte blijdschap van nu uiteindelijk een hele zure boodschap voor die boeren zijn. Nou, ik ben blij dat wij een positievere instelling hebben dan de heer Jetten. Dat helpt ons land namelijk wat verder. En over het afbreken van de stallen en op een nette manier. Hè, hoort de heer Jetten wel wat hij zegt? Hoort de heer Jetten wat hij zegt? Dat ze op een nette manier kunnen stoppen. Dat ze op een nette manier kunnen verplaatsen. Die mensen willen helemaal niet verplaatsen. Die mensen willen helemaal niet stoppen. Die mensen willen daar blijven. Op de grond waar ze generaties lang boer zijn geweest. Dat is wat ze willen. En dat is waar we voor moeten strijden. Op een nette manier verplaatsen. Dit is waar boeren dus gewoon zo wanhopig van worden. Ah, we plaatsen op een nette manier. Hè? Hoor je er niemand meer over. Doei. Nee, maar zo werkt dat niet. Stap eens in het leven. Stap eens in het hart, in de ziel van een boer of van een visserman. En van een vissersfamilie. Het is niet voor niks dat mensen tegen mij hebben gezegd, heb ik hier al vaker aangegeven, Caroline, we huilen meer dan dat we lachen. Doe wat. En dat is niet alleen door regels. Weet je, boeren hebben alles gedaan wat de maatschappij vraagt. Regel op regel. Ze zijn altijd mee bewogen. En het is nooit goed. Nooit goed. Dat is wat boeren raakt. Dat is, boeren willen niet verplaatsen. Die willen niet weg. Die willen blijven. Die willen boer zijn. En er wordt hier wel eens gezegd, of andere groepen die zeggen van, joh, dan worden ze toch fietsenmaker. Als ze fietsenmaker wilden worden, waren ze fietsenmaker geworden. Hè? Heel simpel. Dan waren ze geen boer geworden, waren ze fietsenmaker geworden. Dan worden ze maar fietsenmaker. Wat? Wat is dit? En dat is waar ik voor strijd, voorzitter. En het afrekenen van die stallen, ook zoiets bizars. Ja, dan krijgen ze geld voor het afbreken van de stallen. Als een boer al wat anders wil doen en wil stoppen, dan is het best handig om die stal te houden. Hè? En om daar dat te mogen houden en daar bijvoorbeeld een recreatieverblijf van te maken. Of een dagopvang van te maken. Of daar iets mee te doen. Maar weet je hoe de regels zijn? Ja, dat mag niet, hè? Kan niet, mag niet, kabinet. Dat kan niet. Nee, nee. Oh, dat kan niet. U moet even die stal gaan afbreken. En dan moet u een nieuwe stal gaan opbouwen. Ja, natuurlijk mag u dagrecreatie hebben. Maar dan moet u gewoon even wat nieuws neerzetten. Ja, hallo. Zegt de boer, maar ik heb al een stal, hè? Dan kan ik gewoon zo veranderen. Nee, dat kan allemaal niet. Hier, dat is helemaal gek gewoon in Nederland.
Voorzitter, als die boer dan zijn stal zou willen omvormen tot een dagverblijf of een minicamping of wat dan ook, had het vorige kabinet met minister Van der Wal daar 15 miljard voor beschikbaar om boeren daarmee te helpen. Bij u is het 0 euro. 0 euro trekt u dus uit met dit coalitieakkoord om die boeren weer perspectief te geven. En wat het is, waarom die boeren ook zo chagrijnig zijn op de Nederlandse politiek, daar geven ze ook groot gelijk in. Omdat we ze decennia lang vast hebben laten zitten in een systeem waarin je alleen nog maar een droge boterham kon verdienen als je verder ging intensiveren, verder ging opschalen, nog een lening bij de bank nam, nog een keer je met een kluitje in het riet liet sturen door hele grote bedrijven die hier miljarden aan verdienen, terwijl je als boer er maar geen euro op krijgt voor die liter merk of die kilo varkensvlees die je verkoopt. Dus het gaat uiteindelijk om het perspectief dat we gaan bieden. We hebben in dit land meer boeren nodig om op een duurzame manier fatsoenlijk voedsel te produceren waar we als samenleving ook een eerlijke prijs voor willen betalen. En dat kan die sector niet alleen. Die sector heeft daar linksom of rechtsom de hulp van de overheid bij nodig. Niet loze beloftes in een akkoord, maar een heldere visie met geld om boeren daarbij te helpen. En u levert gewoon niet. Sterker nog, u pakt die 15 miljard van de boeren af en het enige wat u ze teruggeeft is gesubsidieerde rode diesel. Nou, van harte gefeliciteerd. Nou, ik constateer dat de heer Jette slecht luistert. En één ding weet ik zeker, is de partij die de boeren in ieder geval niet heeft geholpen de afgelopen jaren, dat is D66. En dat is uitgekomen in het de zetelaantal op 22 november 2023. Er is geen boer in Nederland, er is geen boer met gezond verstand, zeg ik erbij, in Nederland die niet... Ik heb het over de partij en ik heb het niet over de persoon. Mevrouw van der Plas is aan het woord. Ik zet u even aan, wacht even. Moeten we even overnieuw beginnen. Voorzitter, ik kan ook een flauwe opmerking gaan maken over hoeveel zetels we allebei hebben. Laten we dat alsjeblieft niet genoemen. We debatteren hier gewoon op de inhoud. Nou ja, goed. Ik ben van 1 naar 7 gegaan. D66 van 24 naar 9. Tel uit je winst. Mevrouw Bikker.